je hier ziet is het Koninginnedagdrama van 2009. Wat er gebeurd is, is dat een man met een Suzuki Swift zomaar door de mensenhaag heen is gereden. En heel veel mensen heeft meegenomen om een aanslag te krijgen op de koningin. Deze foto is gemaakt door Robin Utrecht. Wat heel opvallend is aan deze foto is dat hij is ontzettend onscherp. Maar je ziet dat deze foto is echt het kenmerk van persfotografie. Want het is echt de nieuwswaarde waarom deze foto hier hangt. I heard about this event before I came here and went on to the internet and watched it and it was just a very, very sad day. Je ziet dat deze agent nog helemaal niet door heeft wat er aan de hand is. Dat deze ook nog een beetje staat te kijken van ja, je ziet het ook allemaal niet gebeuren. En de fotograaf heeft het allemaal al onder controle, heeft al dit plaatje gemaakt. World Press Photo is een fotografiewedstrijd voor persfotografie. Jaarlijks worden er enorm veel foto's ingezonden. Dit jaar is er bijvoorbeeld een record aantal foto's van 100.690 foto's ingestuurd. Daarvan worden 63 winnaars gekozen in verschillende categorieën. Vanuit de winnende foto's wordt de overall winnaar gekozen. De World Press zelf is een organisatie die staat voor persvrijheid, die daarom ook persfotografie stimuleert. Het is een reizende tentoonstelling, dus hij gaat langs verschillende steden. Hij is in Tokio geweest, in New York, in Groningen dus, in Parijs. We hebben hier nu ook de zilveren camera erbij, voor het eerst in Groningen. En dat zijn alleen maar Nederlandse persfoto's. Wat je hier ziet is de eerste prijs Sportachtergronden Stories. Die is gemaakt door Elisabeth Boyd. Het is een heel bijzonder verhaal omdat zij de kans heeft gekregen om een jaar lang Armstrong van zo dichtbij te volgen. Wat ik vooral echt ook een hele mooie vind is die. Omdat je ziet hoe de pers op Armstrong afspringt en dat zij gewoon bij hem in de auto zit. En ze dan zo dichtbij eigenlijk kan fotograferen. At first I like the doping pictures the most. I mean this is exactly how it is when you get into a test. You got people watching over your shoulder if you're peeing correctly, and it's exactly how it is. This could be any woman shouting for their kids to come in and eat. I remember I got very interested in this event with Barack Obama and stayed up late at night watching the voting and everything, and just the way he speaks to the people and to see this picture is incredible, I must say. Waar je deze foto vooral heeft laten zien, waar je de bal ziet vliegen en waar het heel erg de afvraag is, wordt die wel of niet gevangen? Je kan het eigenlijk nog net niet zien. Want de bal zou nog over de handschoen heen kunnen gaan, maar hij zou er ook in kunnen vallen. En wat heel mooi is aan deze foto is wederom al die expressies van die gezichten. This man is really into it. Precies. En dit zijn volgens mij wel foto's dat wanneer je je krant openslaat, dat je er echt wel een tijdje naar kan kijken. Yeah, I mean this is what happens in sport. Yeah. I mean when you got love for a team, you're so into it. So. But it's good when you get a picture of just these kind of moments. Sport is een van de 10 categorieën. En het is eigenlijk vrij opvallend dat er geen voetbal tussen zit. Vaak is dat wel zo. Want de zilveren camera heeft bijvoorbeeld wel een serie van Barcelona tegen AC Milan, geloof ik. De foto die je hier ziet is de winnende foto, de World Press foto van 2009. Hij is gemaakt door Pietro Mastuzzo. Wat je ziet is schreeuwende vrouwen op het dak van Teheran. Deze foto die is gekozen als winnende foto omdat hij heel erg sterk overeenkomsten heeft met de islamitische revolutie in 1979. Wat zij doen is demonstreren tegen de zittende president. Dus als je zeg maar door Teheran liep, dan hoorde je al die klaagzangen, hoorde je door de hele stad in. I couldn't tell which country this was in or I mean what they were shouting for or whatever. I mean this could be any woman shouting for their kids to come in and eat. I like it, but I've seen better pictures here today, and this wouldn't be my press photo of the year. I mean, it's a nice picture, and the story behind it is very good. Ik vond het heel erg leuk om een keer iemand rond te leiden die niet vanuit het vak is, maar dan toch met veel plezier de foto's bekijkt. It was very interesting, I must say. Especially the sport ones was very nice to see about Lance Armstrong and all the pictures with him, but overall, the stoning and the
a bit more powerful bits when you see the blood and everything was also interesting in one way.